Bom dia. Mandardi. Boa noite. Bom dia, via. Bombini, studiekiezers van de eilanden. Welkom op het YouTube-account van de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb voor jullie vandaag een paar tips om jullie te helpen met het maken van jullie studiekeuze en om die iets makkelijker te maken. Ik heb hiervoor 3 mensen gevraagd die al eerder deze stap hebben genomen. Hi, mijn naam is Kaylin Thompson, ik ben 21, ik kom uit Aruba en ik zit nu in mijn derde jaar in de docentenopleiding geschiedenis 20 graads. Zo zit of moet ik mag zo zeggen? Nou, wat jij wil. Oké. Hoi iedereen, mijn naam is Johan Josefina. Ik ben 20 jaar oud, ik kom vanuit Curaçao. Ik studeer Communication Multimedia Design. Ik zit in mijn tweede jaar. Ik ben Edo de Pan. Ik ben eerstejaarsstudent Aviation hier. Ik kom van Curaçao, na 18 jaar. Waar ik tegenaan liep bij het uitzoeken van een opleiding is dat ik geen meeloopdagen kon doen. Ik kon er ook niet bij zijn bij de open dagen. En dat maakt het heel moeilijk om een beeld te krijgen van hoe je opleiding er eigenlijk uit gaat zien op school. Ik heb gewoon heel hard gehoopt dat het goed zou komen. Dat is ook dan ook gelukt. Maar ik heb ook met zoveel mogelijk mensen gesproken. Ik vroeg mijn zus of zij dingen kon opzoeken voor mij hier. Dat misschien moeilijk zou zijn voor mij om op Aruba te vinden. En ja, uiteindelijk is het wel goed gekomen. Wat ik heb gedaan om dit studie te kiezen, was naar de beroepen maar gaan. Dat was heel belangrijk. Verder heeft mijn broer geholpen met een studiekeuze te maken. En uit de resultaten heb ik een resultaat gekozen. En dan kan ik wel kiezen wat ik precies wil studeren. In maart ben ik overgekomen om een paar open dagen te bewonderen. Zodat ik meer kan zien van wat ik uiteindelijk zou willen worden. En sinds dat ik klein ben wist ik al dat ik piloot wil worden. Dus ik wist wel dat ergens die richting van luchtvaart wilde gaan. Dus toen ik uiteindelijk hier in juli kwam, toen ben ik eerst bij de KLM gaan proberen om daar de opleiding in te komen. Het is me nooit. Het was me niet. Dus toen dacht ik van oké, dan gaan we nu eerst als tussenstukje om gewoon over mijn kennis, algemene kennis van de luchtvaart te vergroten. Onder Havanti zou ik mijn eerste jaar niet hebben gehaald. Wat Havanti voor mij betekent? Ja, ze zegt het is gewoon een studentenmentoraat die er is om je te helpen. Maar ik vind het meer een soort van, het wordt een soort van familie voor je. Want ze zijn er altijd voor je. Als je iets nodig hebt, dan kan je ze altijd vragen van hoe en wat. En als je ergens hulp voor nodig hebt, dan zijn ze er ook altijd voor je. En ze komen altijd met hele leuke uitjes als gewoon even iets anders te doen dan je studie. Dan gewoon samen leuke dingen doen. Wat ik echt belangrijk van Havanti vond in mijn eerste jaar was dat ik goed begeleid word door mijn mentor. Dus zij hielp me zeg maar als ik problemen had met Hemway of ik zit in een dipje. Mijn mentor staat altijd open voor mij, dus ik kan altijd aan haar vragen over wat moet ik doen als het echt te koud is. Kan je helpen met de taal? Dus die soort dingen, dat deed Havanti bij mij. Heb je ook gewoon een basis van mensen die je kent, waar je terecht kan met vragen. Mensen die jou begrijpen, die allemaal dezelfde dingen meemaken als jou. Dus meedoen met Havanti is een heel grote tip voor mij. Tip heb ik voor jullie, je hoeft niet aanwezig te zijn in het Nederland om de studiekeuzecheck te doen. Bij mij was het geval dat ik een Skype gesprek had met de docenten die van mijn opleiding. Iets wat ik nog wil meegeven is dat het kan gebeuren dat je opleiding bijvoorbeeld economisch is of bij mij is dat geschiedenis. Dat de leerlingen hier veel meer of andere dingen krijgen dan wij krijgen. Dus bijvoorbeeld, ik doe geschiedenis en ik heb nooit dingen geleerd over de Nederlandse opstand. En ik moest dus heel veel bijleren in het begin van het jaar, in het begin van mijn opleiding. Dat gebeurt ook met economieopleidingen. Wat ik daarbij zou doen, wat ik als tip zou willen geven, is om als je je opleiding kiest, om zoveel mogelijk de basics te leren van je opleiding voordat je hier komt. Je hebt de hele zomer, dus het kan. Dan moet het uiteindelijk wel oké zijn. Heb jij zelf nou ook nog interessante tips voor studiekiezers? Of vragen? Laat ze dan vooral hieronder weten in de opmerkingen. Daar hebben wij ook heel erg veel aan. En een andere interessante video om een studiekeuze te maken vind je hier naast mij. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Dankjewel voor het kijken.